er iets is wat ik haat, is het dit vel. We zijn al 25 minuten onderweg. Er zat hier dus eerst niks voor de ramen. Ik vind het echt doodeng. Dus! We gaan voor kippers kijken. Hier moet de keuze dus uit zijn. Maar misschien wil ik ook mijn bikinilijn. Dus daar kreeg ik heel veel vragen naar over of het pijn deed. Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik zit in de auto en ik ben echt hartstikke ziek. Ik ben al sinds vrijdag, denk ik, ziek en het is nu maandag. En normaal ben ik echt nooit ziek. Dus als er iets is wat ik haat, is het dit wel, want ik kan gewoon vrijwel niks. Ik dacht gisteren weer beter te zijn, dus ik was weer lekker gaan wandelen en zo. Nou, dat had ik allemaal niet moeten doen, want s'avonds lag ik weer plat op de bank. Nu denk je, waarom ben je dan aan het autorijden? Nou, omdat ik al een week niet thuis ben geweest. Maar ja, ik woon daar. Dus ik moet wel weer terug. Dus ik ben nu naar huis aan het rijden en ik moet zeggen, niet aan te raden als je ziek bent. Of in ieder geval, ik merk dat het niet heel fijn is, omdat ik me echt niet zo goed op de weg kan focussen. Dat ik gewoon wat hoofdpijn heb. Maar ik zou het natuurlijk nooit doen als ik het echt niet zou kunnen. Dus het gaat wel, maar het is niet chill. En ik kom nu in de file te staan, zie ik. Nou ja, anyways, ik wilde mijn vlog in ieder geval even geopend hebben. Want ja. File, 2 minuten vertraging. Alsof het nog niet beter kon. Nee, ja, ik merk altijd dat als ik mijn vlog eenmaal open, dat ik dan ook weer sneller mijn camera erbij pak. Dus mijn afgelopen vlog staat ook eindelijk online. Dus ik ben heel benieuwd naar alle reacties. Hij staat nu echt 13 minuten online. Dus ik moet nog even afwachten hoe jullie erop reageren. Ik ga nog even naar huis te rijden. Nou, rijden, stilstaan. Want ik kom nu in de file te staan. Kijk, als je die borden op de weg ziet met 50, dan weet je hoe laat het is. Maar Waze is ook de hele tijd aan het veranderen. Ik gebruik trouwens altijd Waze en niet Google Maps. Dit is echt een hele goeie, want hier zitten ook flitsers en zo in. Heel veel mensen die ik niet ken en die bij mijn auto stap zeggen echt, wat is dat? En dan zeg ik, ja, het is Waze. En dan, wat is Waze? Maar ik vind het heel erg fijn. Dus een aanradertje voor mensen die veel op de weg zijn. Eigenlijk flitser er zo ook aan, maar ik doe ook altijd Flitsmeister aan. Die hoorde je dus ook. Het is vandaag 8 mei. Een hele leuke speciale dag. Ik ga namelijk vandaag kijken bij een nestje met kittens. Voor mijn eigen huis. Voor mijzelf. Die echt van mij zijn. Als jullie de vorige vlog hebben gezien, daar heb ik het al een beetje uitgelegd. Er staat nu ook een kat bij mijn voeten. Maar die is natuurlijk niet van mij. Ik heb eventjes een sportuitfitje aangedaan. Namelijk dit setje van voor. Ik ga namelijk eventjes een stukje hardlopen. Ik heb dit vorige week voor het eerst gedaan en ik wil het eigenlijk gewoon een beetje op gaan pakken. Ik gebruik daarvoor de app Hardlopen met Evie. Kreeg ik van jullie aangeraden. En ik ben nu op dag 2, dus onderweg naar mijn eerste 5 kilometer. En wat ik doe is eigenlijk 20 minuten interval hardlopen. Dus 2 minuten lopen, 2 minuten hardlopen. En dat 20 minuten lang. Dus dat is heel goed te doen. Het is vandaag ook best wel warm, dus ik dacht ik doe een korte broek aan. Hey, schatje. En het is tijd om te gaan. We zijn al 25 minuten onderweg. We wilden eigenlijk maar voor 20 minuten gaan, maar ik zit er lekker in. Dus we gaan nog eventjes door. Ik ben wel blij dat ik thuis ben. Wat ik dus doe, is de hele tijd 2 minuten hardlopen, 2 minuten wandelen. Maar volgens mijn app was ik dus al klaar. Dus ik ben nu nog, totdat ik thuis ben, 1 minuut wandelen, 1 minuut hardlopen. En dat dus tot ik bij de voordeur ben. Om gewoon nog even in beweging te blijven in plaats van gewoon naar huis te lopen. Ik vind het zo warm. Ik ben blij dat ik een korte broek aan heb gehad. Aangedaan. Maar mijn shirtje moet ook nog. Ik weet niet eens wat ik zeg. Ik bedoel, mijn shirt had ik niet aan hoeven doen. Zo, met hardlopen neem ik altijd alleen mijn fles mee. En oh my god, wat heb ik het warm. Ik ga gelijk even onder de douche springen. Alle spullen zijn gepakt. Ik heb me weer eventjes omgekleed. Ik heb mijn broek aan van Naked, shirtje van de Zara, jasje is van Alex de Label en mijn Jordan. En het is nu tijd om richting de stad te gaan. Dus ik ga even alles in de auto doen. En ik ben heel benieuwd naar het appartement. Mijn achterbank zit echt helemaal vol achterbak. Met echt van alles en nog wat. Ik heb morgen namelijk ook een fotoshoot. Dus daarvoor heb ik een tas met spullen. Dit zijn allemaal toiletspullen. Ik heb nog boodschappen mee, mijn sporttas. En ik heb trouwens deze nieuwe tas van Lookies. Echt een beetje Stockholm-stijl. Helemaal cute. Past er perfect bij. Auto gaat dicht.
Ik ben hem dus vergeten aan de lader te zetten vandaag. Dat is echt zonde, want altijd als je hem kan laden is het echt chill om te doen. Want dat scheelt het toch weer in kilometers. Dan kan je weer 50 minuten verder rijden. Ik ben dus ook door de car wash geweest, dus mijn auto is weer spik en span. Zo. Heb ik mijn auto al aangezet? Ik weet het niet. Nee. Fucking chill trouwens. Mijn auto heeft dus een schuifdak die dan open gaat als ik mijn auto start. En die weer dicht gaat als hij dus uitgaat. En dat scheelt zo erg met warmte in de auto. Even op de lift wachten en die gaat nu naar beneden. Ik ben namelijk net in het appartement geweest, maar die laat ik vandaag nog wel eventjes goed zien. Nou ja, eigenlijk moet jullie eventjes een vlog kijken om helemaal goed te zien. En dan oh ja, ik vergeet altijd op een liftknopje te drukken. We moeten even naar de parkeergarage toe, want het is tijd om naar Vinkeveen toe te gaan. Want daar ga ik eventjes kijken naar de kittens. Ik heb deze trui aan. Helemaal cute. Misschien worden die katten daar verliefd op, want die houden van touwtjes. Ze kunnen nog waarschijnlijk helemaal niet lopen. Ze zijn echt nog inimini, maar ik kan niet wachten. Jill ging al naar haar auto toe en toen zei ik, oh ja, ik ben ook aan het vloggen. Ik moet mijn camera nog halen. Niet zo slim. Maar ik heb hem nu. En nu is het tijd om snel naar de auto te gaan. Want we zijn op tijd, denk ik. Het is zo raar, want het voelt dus echt alsof ik nog in een Airbnb ben. Maar kijk, daar staan de prachtige auto's naast elkaar. Ik word helemaal voorgereden. Hey. Ik mag niet mee. Wat een prank, wat een prank. Ik heb hem hoor. Vlogception. Ik heb hem. Lekker. Ja. Goeie vlogception dit. Ja hè? Maar gezellig. Ready? Ik ben ready. Dus. We gaan voor kittens kijken. Ja. Waar is je... Ook hier is je kabel. Nee, die is van mij. Ik heb geen andere meer. Ik zeg dat mijn telefoon moet laden. Oh, oké. Gewoon. Wij zijn hier binnen. En ik heb ze nog niet gezien, maar ze liggen hier zo... Dit is Nicky trouwens, hi. Hey. Kijk eens. Oh. Oh, wat een geluid. Ze zijn echt nog heel jong, hè? Kijk. En hoe oud zijn ze nu? 3 weken, toch? 3 weken. Wat schattig. Die mouwtjes ook, echt niet normaal. Oh. Echt kleine lultjes zijn het nog gewoon. Hey. Er zijn hier nu 2 mannetjes. Ja, er wil dus voor 2 mannetjes gaan. Zoals we al vertelden. Hey. Ik vind die lelijke vind ik eigenlijk wel heel schattig. Maar ja, jij valt op lelijk. Nou, maar deze heeft een heel schattig neusje vind ik weer. Ja. Kijk, dit is... Kunnen we 100% zeker... Met zekerheid ja, zeggen dat ik dit... Ik wil een mannetje en dit is het enige bruine mannetje. Schattig, hè? Zo lief. Oh. Deze mout ook niet zo heel hard. Die snap ik nog niet. Kijk, die moeder ligt ook heel lekker rustig hier, zo met alle kleine poesjes. Kijk, je hebt ze hier dus allebei naast elkaar. Hier moet de keuze dus uit zijn. Kijk eens naar voor. Nee. Ja, die is wel meer fotogeniek, hoor. Die kijkt wel aan de camera. Deze foto is wel veel leuker, maar die is in het echt leuker. Deze heeft echt zo'n heel dik koppie. Ja, ik vind die ook wel. Nee, ik kan het niet kiezen. Je mag gewoon een trio als je wil. Dat was ons bezoekje. Ja, oh, ze zijn wel echt heel, heel lief. Ze zijn heel schattig. Ik ga nu gelijk in de auto foto's naar iedereen toe sturen. Guys, ik wil naar de sportschool toe gaan, maar ik durf. Oh, dit lijkt net een collab. Ik durf gewoon niet. Ik vind het echt doodeng. Ik heb dus een abonnement bij MyLife in Heemskerk. En daarvan mag je dus ook naar alle andere MyLife gyms toe. En er zit er dus ook eentje in Rotterdam. Nou, het is een kwartiertje lopen, heel makkelijk. Ik ben er zo. En ik heb die gym ook al opgezocht hoe die eruit ziet. Best wel groot. Maar ik durf gewoon niet alleen. En ik vind sporten dus echt niet eng. En ik vind het ook niet eng, zeg maar, dat mensen naar me kijken of zo. Maar gewoon... Naar een nieuwe locatie vind ik gewoon echt heel eng. Het regent ook buiten, dus ik ga even mijn paraplu pakken uit de auto. Ik heb mijn koptelefoon op, zodat niemand tegen me hoeft te praten. Ik neem mijn gymtas mee. En ik denk dat we gewoon moeten gaan. Ik had het appartement trouwens nog helemaal niet laten zien. En ik laat mijn rotzooi nu al staan. Dus laat ik dat gelijk even opruimen. Oh, mijn fles moet ik mee. Die moet ik nog vullen. Alles is dus hier met druk dingen. En aan de ene kant vind ik dat heel chill. Maar aan de andere kant, als ik heel even dit doe, dan vliegen de lades open. Gio is hier lekker aan het editen en het is wel echt heel mooi ingericht. Zo zou ik het ook wel echt doen. Heel erg leuk. Het is dus een huurhuis, dus dat betekent dat ja, hij er dus gemeubileerd
in zit. Wat heel erg fijn is, want daardoor kom je er dus gelijk in en hoef je eigenlijk helemaal niks aan te passen. Dit is trouwens echt de lekkerste limonade ooit. Slimpie. Voor als je, ik wilde zeggen voor als je aan het afvallen bent, maar ik ben ook niet aan het afvallen. Maar ik vind het gewoon fijn om drankjes te drinken zonder calorieën, want ik vind dat echt zonde. En deze is echt een aanrader. Dus die gaat mee. We gaan gewoon. Oké, ik ben al een tijdje aan het lopen. Paraplu erbij. Muziek in mijn oren. En het is nu nog iets van 5 minuten lopen. Ik doe normaal altijd sporten en dan nog iets van een half uurtje cardio. Dus wat wel heel erg chill is, is dat je eigenlijk... Dat ik eigenlijk geen cardio meer hoef te doen, want het is een kwartier heen lopen en een kwartier terug. Dus dan heb ik precies een half uurtje cardio. Het is wel echt rot weer. Het is niet lekker om in te lopen, maar gelukkig gaan we de zomer in. Dus loop ik hier hopelijk vaker met een zonnetje dan met een paraplu. Maar ja, er zijn natuurlijk ook gyms die dichterbij zijn. Alleen ik heb gewoon een abonnement bij deze gym. Dus ik vind het zonde om dan naar een andere te gaan. We stappen nog eventjes door. En daar in de verte zie ik de sportschool al. Nou guys, ik loop terug van de gym. En ik film even met mijn telefoon. Want mijn camera zit diep in mijn tas en het regent knijterhard. Ik was dus in de gym en toen kwam ik erachter dat ik een deel van mijn koptelefoon was verloren. Aangezien er van die magnetische dingen op zitten en die was ik kwijt. Dus nou ja, helemaal kut. Ik had er al geen zin meer in. Maar uiteindelijk was het echt een hele fijne gym. Heel rustig. Wacht, ik ben er weg kwijt. Heel rustig en heel groot, heel fijn. En wat bleek, op de terugweg had ik het deel van mijn koptelefoon gevonden, want ik was onderweg kwijtgeraakt. Dus... Ik heb het ook al eventjes op mijn Instagram gedeeld. Soms, als je denkt dat alles niet slechter kan, komt het allemaal goed. En het is een heel klein voorbeeld. Ik bedoel, naar de sportschool gaan, it's not a big deal. Maar voor sommige mensen wel. En voor mij was dit ook eventjes lastig. Want ik vond het gewoon heel erg eng. Maar het ging allemaal heel erg goed. En het is eigenlijk veel beter dan ik had verwacht. En ik kan eigenlijk niet wachten tot ik weer heen kan. Dus dat was eventjes een reminder om toch soms eventjes uit je comfortzone te gaan. Want het is het echt waard. Kijk, en daar loop ik alweer bijna. Dat middelste gebouw is die van Gio. Nou ja, niet het gebouw. In dat gebouw. We zijn ondertussen een paar dagen verder in het appartement. En ik ben eventjes alles in aan het delen. Gio had namelijk nog al zijn kleding in zijn koffer liggen. En hij vroeg of ik dat eventjes op wilde ruimen. Dus... Vooruit dan maar. Zelf ga ik vanavond ook naar huis toe. Dus ik ben mijn eigen spullen in aan het pakken wat ik meeneem. En ik laat hier ook wel wat ondergoed. Omdat ik hier natuurlijk ook veel zal zijn. En als ik een keer blijf wat ik niet heb ingepland. Dan heb ik in ieder geval spullen. En wat kleding. Kijk, ze hebben namelijk gewoon zo'n inloopkast. En fucking chill. Hier zat dus eerst geen ding. Wacht, maar hoe doe ik dit dan omhoog? Daar. Oh ja, top. Er zat hier dus eerst niks voor de ramen. Maar het toilet is dus daar. En de slaapkamer is daar. En ik moet altijd 's nachts naar het toilet toe. Dus elke keer als ik naar het toilet toe moest, dan sprint ik hier langs. Want mensen tegenover ons kunnen ons gewoon zien. Dus niet heel chill. In ieder geval niet als er niks hangt. Ik leg hier gewoon wat topjes neer die ik... Ik had allemaal kleding mee, want ik had een shootdag voor Lipton. Aangezien ik daar nu ambassadeur voor ben. Echt heel erg leuk. Maar daardoor had ik allemaal kleding mee. Mijn kleding hangt ook toch een stuk chiller. Het is dus echt irritant. Ik heb mijn laptop niet mee. Dus heel veel wat ik wil doen op mijn laptop kan nu niet. Net als deze video editen, et cetera. Maar ja, dan ga ik maar dingetjes in huis doen. Oh, ik ben mijn telefoon kwijt. Waar heb ik dat in? Niet deze, maar andere. Ik ben wakker geworden met echt weer een mega slechte huid. En ik weet niet waar het door komt. Dus daar word ik een beetje gek van. Maar ik ga vandaag wel iets heel erg leuks en spannends doen. Namelijk voor het eerst laseren. Tegen iedereen vraagt vandaag, wat ga je vandaag doen? Natuurlijk laseren. En iedereen denkt dat ik bedoel lasergamen. No. We gaan ontharen laseren. Dus
ben heel benieuwd. Ik heb het dus nog nooit gedaan. En ik ga sowieso mijn oksels en mijn benen doen. Maar misschien wil ik ook mijn bikinilijn. Maar dat durf ik eigenlijk niet. Want dat vind ik toch wel een dingetje. Ondanks dat die meiden waarschijnlijk elke dag vajayjays zien. Vind ik het toch een stap die je moet zetten. Dus daar ga ik nog even over nadenken. Maar ik zou het wel heel chill vinden als mijn oksels en benen over een tijdje haarvrij zijn. Ook omdat ik natuurlijk best wel veel aan het reizen ben en zo. Nou, je bent gewoon soms dagen... Nee, grapje. Maar vooral als je veel reist of in de gym staat in een kort broekje, is het gewoon chill als je lekker niet na hoeft te denken over dat je nog niet je benen hebt geschoren of zo. En het hoeft natuurlijk niet. Ik bedoel, als jij je ook comfortabel voelt zonder dat je je benen hebt geschoren, good for you. Ik heb dat alleen niet. Ik hou er gewoon van als alles lekker geschoren is. Dus vandaar dat ik een afspraak heb bij Change Laser Clinic in Amsterdam. Ik ben ook weer eventjes thuis sinds gisteren. Want ik had sowieso wat spullen nodig. En als ik in Amsterdam moet zijn, vind ik het toch chiller om thuis te slapen. Want dan ben ik letterlijk om de hoek. En ik was gisteren eventjes naar mijn toekomstige huis toe. Want Romein gaat op vakantie. Ik moet nog wat dingetjes inmeten, dus dat mag ik dan doen als zij op vakantie zijn. Dus dat is wel heel erg fijn. Nou, ik ga dus eventjes mijn make-up doen. Ik ga daarna namelijk... wat ga ik daarna doen? Oh ja, een TikTok opnemen met Tijn, Antoon. Voor zijn nieuwe single. Of, ik wil een single, gewoon nummer. Met Ronnie. Wij hebben een soort van... Sinds het begin dat we op elk nummer een TikTok maken. Dus dat willen we er een beetje in houden. Dus vandaar. En als ik toch in Amsterdam ben, kan ik net zo goed even langs gaan. Ik baal er wel echt van dat mijn huid weer zo drama is. Maar ja, that's life. En ik kan er weinig aan doen. De rare is ook deze kant. Links gaat nu heel erg goed. Hier heb ik echt niks. En rechts staat nu echt op ontploffen. Ik probeer de laatste tijd ook wel iets minder make-up te dragen. Maar dat lukt niet helemaal. Ik heb dus de laatste tijd dat ik echt niet meer lekker in mijn make-up routine zit. Soms heb je dat gewoon, dat je het eventjes helemaal kwijt bent. Oké, ik ga dit even afmaken. Zo, de auto ingestapt. Ik heb mijn haar eventjes gedaan. Ik heb het half omhoog, half naar beneden. Altijd als mijn haar vet wordt, dan gooi ik het eigenlijk gewoon in een knot. Maar ik vergeet altijd dat ik het ook gewoon zo kan dragen. Dus daar had ik zin in vandaag. Ik heb dus deze trui gekregen van Worst Behavior en ik vind hem heel erg leuk. Alleen hij is dus veel te groot. Maar op zich is het ook wel weer een vibe. Dus ik heb hem aan op een jeans, als soort van toyboy look. Maar niet helemaal mijn ding, maar op zich ook wel weer cute. Het is een half uurtje rijden, ik ben eigenlijk iets te laat. Waarom ben ik de laatste tijd altijd te laat? Ik was nooit te laat en opeens ben ik altijd te laat. Ik had ook nog niks gedronken en toen zag ik dat ik mijn fles water nog van gisteren in de auto had staan. Dus heel blij mee. Ik heb niks gefilmd bij de laserkliniek met mijn camera. Oh, ik zie even een kattenhaar op mijn lens. Maar wel met mijn telefoon, want ik had er een reels opgenomen. Maar ik kreeg heel veel de vraag in mijn DM of het pijn doet. Ik ben in mijn vlog aan het editen en ik denk, ik geef daar eigenlijk helemaal geen antwoord op. Ik vond dat het bij... Ze hebben bij mijn oksels en mijn benen hebben ze beide wat anders gebruikt. Eerst deed ze mijn oksels. En dat was echt een soort van verbranden of zo. En dat moet... Ik zeg, ja, dat voelde ik wel. Maar ik gaf het een pijn... Ja, op een schaal van 1 tot 10 denk ik een 5. En mijn benen vond ik echt heel erg lekker. Want dat was met zo'n gel. En daar gaat ze gewoon overheen. Dan wordt het warm. En je voelt gewoon niet eens dat er wat gebeurt. En die gel is best wel koud. Dus zodra het warm wordt, was het echt lekker. En ik viel echt bijna in slaap. Dus mijn benen was echt... Nou, echt een nul gewoon. Ik voelde het niet eens. Dus daar kreeg ik heel veel vraag naar over of het pijn deed. Maar nee, valt hartstikke mee. Ik ben mijn vlog aan het editen. Ik heb dus voor het eerst een lange rok aan. En ik doe dat echt nooit. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. En het zonnetje schijnt buiten. Voor het eerst dat we in het appartement zitten, is het echt heerlijk weer. Ik zat net ook eigenlijk heel de tijd op het balkon. Maar ik had het echt veel te warm. Gewoon echt niet te doen. Kijk, daar zat ik schattig. Maar ik ga eventjes weer naar binnen toe. Zat ik toch iets koeler. Oké, ik ben nog mijn video aan het editen en ik bedacht me dat ik heel veel filmpjes nog heb gekregen van degene bij wie ik mijn kittens vandaan heb. En ik dacht, jullie vinden het vast ook wel leuk om te zien. Dus ze komen eventjes in beeld. Ik ga even naar de chat toe. Ik heb natuurlijk mijn bruine kat eigenlijk al gekozen. Ik wilde bijna de naam zeggen, maar die ga ik nog niet delen.
En ik krijg dus nu filmpjes dat ze gaan lopen. En dit is dus het filmpje dat hij loopt. Het is echt heel erg schattig. En ze hebben vandaag ook voor het eerst echt voer gekregen. Dus niet meer van de moeder. En daar kreeg ik dit filmpje van. En ik weet gewoon nog steeds niet welke van de twee witte ik ga nemen. Maar ik ga jullie natuurlijk helemaal meenemen in alles. En ik mag volgende... Nou, niet volgende week, maar of de week erop. Mag ik weer heen en dan ga ik weer kijken dus. En dan kunnen ze dus lopen en kunnen ze misschien ook al... Misschien heeft één van de twee wel voorkeur aan mij. Dus dan, gaan we dat zien. Wil ik even met jullie delen. Ik sta eventjes in het hok hier. Ik ga namelijk mijn vlog even afsluiten, maar ik zie het met allemaal jongens. En ik dacht, die gaan mij sowieso napraten. Ik ben het gewend. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het waren echt allemaal random beelden, maar ik weet dat jullie het leuk vinden als tenminste iets upload is. Enjoy en dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie snel weer. Doei!